Bij twee afzonderlijke aanrijdingen zondagavond zijn vier personen om het leven gekomen. Het betreft hierbij een aanrijding aan de Nieuwe Grondweg, waarbij een autobestuurder na de controle over het stuur te hebben verloren, op vier nietsvermoedende mannen is ingereden. Drie van hen hebben ter plekke het leven gelaten, terwijl de vierde naar het ziekenhuis is vervoerd. In Saramaca heeft een jonge vrouw het leven gelaten nadat zij bij het beschrijven van een bocht de controle over het stuur verloor. Een mede-inzittende is vervoerd naar het ziekenhuis. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie betreurt deze gevallen en zegt dat hij deze week gesprekken zal voeren om maatregelen te treffen in het verkeer. Deze week heb ik als thema het verkeer en we gaan extra aandacht schenken daaraan. Vanmiddag al heb ik een spoedmeeting met onder andere vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, de korpschef, hoofdverkeer, over MFD en andere adviseurs om te praten over dringende maatregelen het verkeer aangaande. De korpschef had me ook beloofd dat hij deze week verkeersplannen zal presenteren. Gratie, ik kijk uit naar ze. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie. De personen die zijn omgekomen bij het verkeersongeval aan de nu weer gevonden weg zijn Asea Aseli 17, Jason Aguenti 26 en Chavalero Siran 26. De politie heeft de naam van de verkeersdoden van Saramaca nog niet vrijgegeven.